Oh ja, en ik weet nog, de eerste keer dat ik en mijn kinderen hulp gingen vragen. Want hey, mijn moeder heeft me geleerd om geen hulp te vragen. En ik vond het zeker moeilijk om aan vreemde mensen hulp te vragen. Vooral instellingen, snap je? Maar dat was mijn gevoel. Toen zaten we eindelijk toch in een crisisopvang Goorle. Wauw, mensen. Ik heb daar een week gezeten. Ik heb het een week volgehouden met mijn kinderen. Ik trok het niet. Hey, het was too much energies. Heel veel gebroken verbindingen. Heel veel punten waar ik sowieso zag. Wauw, verbeterpunten natuurlijk. Many, many, many. Geloof mij, vooral als het in belang van de kinderen gaat. Want weet je nogmaals, ik en mijn kinderen gingen uiteindelijk na 3 dagen pas spelen buiten, want het regende. Hé mensen, al het fietswerk, er was 1% in orde van het fietswerk. In belang van kinderen toch? Je denkt dat de kinderen, die moeten code rood hebben. Dan moeten ze wel fijne fietsen hebben en lekker kunnen spelen in de speeltuin. Maar daar stopten ze niet eens de moeite voor in. Ja toch, maar er komen nog meer mensen. Geloof mij, naar boven. Jullie zijn er niet voor onze kinderen, absoluut niet.